kilometer naar beneden. Huh. Een jaar eruit. Ik was geen druppel dieselolie in dit stuk. Nee, je laat hem nu hij rollen. Hij knijpt alles af. Ja. Dat is 7 ton 60. Dan werd hij 80, dat een beetje afremmen. Ja, en dan hebben ze ook afdalingen. Je moet nooit de remmen vasthouden, hè. Dan verbranden ze. Soms weten mensen dat niet. Kijk dan hier rechts. Maar het licht knippert aan je rembak. Daar kun je dan in, als je geen remmen meer hebt. Dan vlieg je in grind en daarachterin staan ze aan plastic bakken. En dan het buffer wordt je daarop gevangen. Hm. Anders vlieg je te pletter. Ja. Gewoon met zo'n afdaling. Nou, je bent 130, 140 naar beneden gaat met de luxe auto met de caravan erachter. Maar mensen met de caravan die houden ook vaak de remmen vast. Moet je nooit doen, want het is zo warm. Ja. Zie je erop dat je op het hek van dat viaduct staat op dat bordje? Daar mag je niet naar beneden springen als je dat wilt. Verboden zelfmoord te plegen. Huh? Ja. Oké. Okay. Ja, dat is dus wel heel raar. Ja, er zijn mensen die dat doen, dus... Ja, helaas wel. Die leven er geen zin meer in hebben, ja, dan, wat doe je dan? Nee, maken. Als je er geen zin meer in hebt, dan moet je gewoon naar de jacht doen. Dan al je frikandel speciaal, dan krijg je vanzelf wat weer zin. Ja. Moet je een beetje luchtig over denken, want anders dan... Ja. Als je nou 's ochtends wakker wordt en je ziet de wereld al in kleur, nou, wat kan er dan nog misgaan? Nou, bijna niks meer. Nou, dat bedoel ik. Dat is een beetje positief zien. Vooral als je een beetje gezond van lijf en leden bent, en je hebt nog werk, en je hebt een huis. Kinderen. Je hebt alles. Nou ja, klaar. Roeien met die rap. Lekker werken. Lekker eten, lekker slapen. Ik zit zelf ook in de spaanbaan. Ik geloof dat het de 4e keer is, zolang ik op de vrachtauto zit, dat ik de spaanbaan om heb.
Straks even stop. Ik zie een uiteind van het spanbandje wat we opgerold hebben, dat hangt los. Er mag niks wieberen. Dat heb je altijd wel onder het rijden, dat het, wordt dat wat slapper en zo. Over 1,3 kilometer rechts doen de motor. Hé? Piet? Ja.